Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video. En um, vandaag werd ik geleid om met jou te spreken over gedachten. Um, omdat vaak merk ik dat uh, klanten vragen van hoe weet ik nu welke gedachte positief is? Hoe kan ik nu die gedachte die ik daarover heb gaan veranderen, gaan transformeren zodanig dat het eindelijk in mijn voordeel gaat gaan werken. Nu, wat belangrijk is om te weten is dat Eigenlijk alles wat je wenst, elke realiteit dat mogelijk is om te ervaren, die is er reeds in energie. Dus um, als je jezelf ook zie, ziet als energie, dan ben je reeds verbonden met alles wat je wenst, met al je uh, verlangens, met al je wensen, met al de dromen, met, met eigenlijk de visie die je hebt over hoe jij jouw leven zou kunnen gaan vormgeven. Nu, hoe weet je dan wanneer je keuzes maakt die alleen liggen met die visie, met, uh, die afgestemd zijn op je ziel, uh, daar heb je dan eigenlijk jouw emoties en je gedachten voor. Om dat aan te trekken en het om, om te manifesteren in je fysieke, dus echt te ervaren in je realiteit in je 3D-wereld. Dus wanneer je ervan uitgaat dat elke gedachte, elke mogelijkheid reeds aanwezig is in energie, dan is het aan jou om te gaan kijken. Als je een gedachte hebt of als je een beeld hebt of een visie hebt. Welke emoties dan daarbij uh, naar boven komen? Hoe voel je je dan? Um, en gisteren um, was het zo dat ik op een bepaald moment een gedachte had. En er kwam heel veel onzekerheid, heel veel angsten naar boven. En toen ik me daar bewust van werd, dan dacht ik van nee, dat is niet hetgeen wat aan mijn ziel toont. Dat de realiteit is, dat de waarheid is van mijn ziel, de waarheid van mijn energie. Dus op dat moment heb ik besloten om de gedachte te erkennen: van oké, okay, ik zie je wel, maar je bent niet van mij en ik wil niet die realiteit gaan ervaren. Dus ik laat je los, ik laat je gaan. Net zoals dat de vogels in een boom komen en gaan, kan je er ook voor kiezen om je gedachten te ontvangen, maar ze ook weer gewoon los te laten, zonder er echt iets mee te gaan doen. En het is maar pas wanneer je uh, er telkens voor kiest om die gedachten te hebben en die gedachten te blijven herhalen in jezelf die positief zijn, die je een uh, gevoel van opwinding geven, die jou um, uh, enthousiast laten voelen over iets dat je weet dat dat, is, dat, dat de weg is die je ziel eigenlijk wenst uh, te nemen. En dat had ik ook toen, terwijl ik bezig was met het schrijven uh, aan, van de cursus uh, Manifesteren uh, met de Elementen. Uh, ik was zo enthousiast en zo opgewonden, net zoals een, een kind opgewonden is uh, net voor Sinterklaas. Of uitkijken naar kerstmis, of uitkijken naar zijn verjaardagsfeest. Omdat hij die opwinding en het enthousiasme van die nieuwe geschenken um, al kan voelen. Ze hebben het idee, ze hebben die energie al, ze hebben het, die visie van... Hoe dat ze zich dan zullen voelen als ze die leuke cadeaus uh, opnieuw mogen opendoen. En dat is net hetzelfde met het manifesteren van elke wens, el elke verlangen. Dus gebruik jouw gedachten. Um, en er is geen enkel moment waarop dat we niet denken. En daarom is ook mediteren belangrijk en uh, handig. Omdat het jou helpt om bewust te worden bij gedachten, maar er niet gehecht aan te raken. Maar op het moment dat je hecht, raakt aan een bepaalde overtuiging, een bepaalde gedachte. Want een overtuiging is eigenlijk een gedachte die je gewoon oneindig veel keren al hebt herhaald, zodanig dat je die aangenomen hebt als waarheid. Maar dat betekent ook dat je die kan veranderen. Dus wanneer je een gedachte opmerkt en die is niet um, ondersteunend voor het leven dat je wens te gaan creëren, het leven dat je wenst te gaan ervaren, en die gedachte brengt jou geen hoogtrende emoties zoals geluk, Vrijheid, liefde, dankbaarheid, plezier, enthousiasme. Dan uh, kan je ervoor kiezen om die gedachten te transformeren. Dus los te laten en ze te vervangen door een nieuwe gedachte. En doordat je die nieuwe gedachte dan telkens opnieuw en, opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw gaat gaan zeggen. Gaat gaan aannemen als een overtuiging. En dan gaan aannemen als jouw waarheid. En je koppelt daar dan inderdaad die hoogtrende emoties aan. Dan is dat hetgene dat je gaat vormgeven in jouw uh, realiteit. En dat is ook de manier waarop, dat we, gaan, um, waarop dat we gaan ons leven vormgeven, waarop dat we eigenlijk gaan creëren en manifesteren. En dat is ook de reden om, eigenlijk, waarom dat affirmaties uh, in eerste instantie niet werken. Als jouw energie niet uitgeleend is met die vibratie van die woorden, die, die uh, uit te maken van die affirmatie. Dan mag jij nog oneindig veel keren die affirmatie uh, uit je hoofd of vanuit je mind gaan zeggen. Het zal geen verschil uitmaken in je realiteit. In het vormgeven van, jou, van jouw wereld. Het zal geen invloed hebben op het probleem of op zaken waar je nu tegenaan loopt. Dus wanneer je met een probleem geconfronteerd wordt. Is het ook weer belangrijk om te gaan kijken van. Hoe denk ik hierover? Wat wordt ermee getoond? En... Wat denk ik dat de mogelijke oplossingen zijn? En sta je zelf aan de vraag van hoe kan ik dat idee gaan opentrekken? Hoe kan ik open zijn voor de oneindige oplossingen, de oneindige mogelijkheden van het universum om uh, aan mij te tonen? En dan doe je eigenlijk het omgekeerde. Dan ga, het, dan ga je gaan kijken van oké, okay, welke gedachten zijn er? Wat zijn de emoties die ik aan die gedachten heb gekoppeld? Je onthecht eigenlijk die emoties van de gedachten. Laat het resultaat van uh, wat hij wil gaan manifesteren, van wat hij wil gaan ervaren los. En je kiest eigenlijk om je op een bepaalde manier te gaan voelen. En dan, doordat je werkt met die emoties, en dus met die energie van emoties en gevoelens, zorg je er eigenlijk voor dat je energie telkens weer omhoog trekt, dat je energie telkens weer hoger brengt. En naarmate je frequentie hoger is, je energie hoger is. Had het, is het veel gemakkelijker om open te staan om die oneindige mogelijkheden en oplossingen te ervaren. Is het veel gemakkelijker om die leiding van jouw hitsen, van jouw team te ontvangen. Is het is veel gemakkelijker om boodschappen die elke dag er zijn, te gaan zien en die op de juiste manier te gaan interpreteren. En uh, dat is hoe dat je eigenlijk ook jouw nieuwe wereld kan gaan vormgeven. Dat is hoe dat jij jouw wensen gaat gaan manifesteren. Door bewust gebruik te maken van je gedachten, door bewust te worden van je emoties, en door eigenlijk vanuit wie dat je bent, vanuit wie dat je werkelijk bent, dus een energie in een menselijk lichaam en een fysiek lichaam, dus eigenlijk vanuit jouw energie die emoties en die gedachten kiezen die stimulerend zijn en die jou dichter brengen bij de realiteit en de wensen die je eigenlijk echt wil gaan vormgeven en ervaren. Uh, en daarom is het ook belangrijk om elke morgen als je opstaat, zelfs voor je er eigenlijk nog opstaat, die tijd te nemen om af te stemmen op hoe je je voelt. En meer nog, hoe je doorheen de, je hele dag wilt gaan voelen. En als je merkt dat je eigenlijk uh, opnieuw weer um, afgeleid wordt en uh, jouw energie laat... Zakken, verlaagd wordt door zaken waar je mee maakt, door de chaos om je heen, door uh, ideeën en overtuigingen van anderen, door energie van anderen, dan heb je elke seconde opnieuw de kans om terug te keren naar jouw eigen energie, om terug te keren naar je eigen bron, te gaan voelen wat dat je voelt, dus die emoties opnieuw te gaan herkennen, en dan daarbij die gedachten te kiezen die opnieuw stimulerend zijn. Om je weer goed te gaan voelen. En dan werken affirmaties wel, omdat je dat vanuit de juiste intentie daar gaat gaan neerzetten, omdat je dat dan vanuit je eigen energie en vanuit je eigen hoogtrende energie zaken wilt gaan aantrekken, gaan manifesteren. En dat is ook een van de redenen waarom ik liever spreek van de wet van resonantie en niet van de wet van aantrekking, omdat aantrekking het uh, idee geeft dat alles wat je wenst, dat er een afscheiding is tussen jou en al de rest terwijl de wet van resonantie legt meer de nadruk op het enige wat jij mag gaan doen is jouw energie zodanig gaan verhogen zodanig dat je op de juiste frequentie zit. Uh, om het duidelijker uit te leggen: als jij op de geleksvloer zit en jouw wens, wat dat dan ook is, is op de derde, of de vijfde, of de achtste verdieping, dan ga jij die lift moeten nemen en het nodige werk moeten doen. Om tot de juiste verdieping te komen, of nu de derde, de vijfde, de achtste is, dat maakt niet uit. Het werk is altijd hetzelfde. De weg is altijd hetzelfde. In principe is alles wat jij wenst, hoe jij denkt aan jouw leven, of hoe je diep van binnen voelt hoe je, je leven kan vormgeven, hoe je leven beoogd of zou moeten zijn of bedoeld is te zijn, waar je voorbestemd voor bent, dat is er allemaal aan. Maar die enige. Het enige element dat ontbreekt, dat ben jij zelf. Dus werk aan jezelf. Werk aan de blokkades die ervoor zorgen dat je in jouw mind, vanuit de gedachten die je hebt, vanuit de overtuigingen die je hebt, vanuit de diepste emoties die je hebt, die, die, waar, waar je eigenlijk te veel kracht aan geeft, zuiver die uit. Werk daaraan. Ga in die schaduwen. Wees niet bang om overweldigend te zijn van emoties, maar omarm ze. Want het is jouw leidraad om te weten of je op het juiste pad bent en dichter dus komt bij het ervaren van je wens of niet. Dus neem vandaag, zeker met de energie van de donkere maan uh, en het leeuwportaal, zeker de tijd om intenties neer te zetten. Wat wil je de komende zes maanden en komende jaar tot aan het volgende leeuwportaal? Wat wil je gaan ervaren? Hoe wil je je voelen? Wie wil je zijn? Wie, wie ben je bedoeld te zijn? Wie ben je eigenlijk diep van binnen, maar laat je het nog niet altijd volledig uh, zien aan de wereld? En wat maakt dat uh, er nog uh, niet volledig uitkomt? Wat, wat maakt dat het nog niet volledig zichtbaar is voor de buitenwereld? Ga daarmee aan de slag en uh, zie wat er allemaal uh, op je pad komt. Magie is echt, maar je moet het toelaten om het in je leven te laten verschijnen. Nou.